Het personeel van de NV Luchthavenbeheer, aangesloten bij de Bond Personeel Luchthavenbeheer, BPLB, heeft vanmorgen de weg naar Zanderij gebarricadeerd. Deze spontane actie is gevoerd uit onvrede over het vastlopen van de cao-onderhandelingen. Bondsvoorzitter Lloyd Reed zegt dat gisteravond de loononderhandelingen gesprongen zijn. Het bestuur had gehoopt op een bevredigende oplossing voor beide partijen. Helaas is dat niet zo geweest. Laat me zo beginnen. Er is een overeenkomst met het bedrijf. En die overeenkomst houdt in dat de werknemers gekoppeld zijn aan de centrale bankkoers. En dat is niet zomaar geweest. De tijden zijn daar. En wij hebben toen die overeenkomst gemaakt. En dat hield in dat bij verandering van de centrale bankkoers mensen zouden worden bijgesteld. In april hebben wij rekening gehouden toen de directie aangaf dat ze niet in staat was om de zaken te betalen als gevolg van problemen. Hebben wij toen vastgesteld dat wij niet de op dat moment geldende koers zouden gebruiken, maar dat wij een middenkoers zouden gebruiken van 4,68. We hebben rekening gehouden en we hebben toen ook de afspraak gemaakt dat wij in september bijeen zouden komen om zaken te evalueren, hopende dat de koers zich zou stabiliseren. Die koers heeft zich in plaats te stabiliseren, heeft ongekende hoogten aangenomen, met als gevolg de prijzen. En u heeft gezien een heleboel jonge mensen die zitten in huizen die ze wel moeten betalen in valuta. En dus de SRD, die ze in principe moeten neertellen, enorm veel problemen geeft. Reed benadrukt dat het niet de bedoeling is dat mensen werken om arm te worden. Gisteravond heeft de directie een bod gedaan van 5 SRD voor 1 US dollar. Volgens de directie kan zij vanwege de financieel-economische positie van het bedrijf niet verder. De situatie is ontstaan door one prestatie, mismanagement bij de vorige directie. Als ik u zeg dat niet eens loonbelasting, AOV, pensioenen die moeten worden ingehouden en ook worden afgedragen, niet is gebeurd. Verder zijn er een aantal grote contractors hier om te zorgen dat die luchthaven verder moderniseert. Hebben gewerkt voor hun geld en ze hebben geen uitbetaling gehad. Dus deze directie zegt, ik moet die schulden betalen. Maar wij hebben ook direct aan toegegeven, er is een overeenkomst. Wij willen daaraan meewerken. We willen afspraken maken voor de toekomst. Maar doe ons een redelijk bod. En de directie heeft aangegeven dat zij niet buiten de koers van 1 op 5 kan. En wat men geëist heeft, is dat de mensen die zich daaraan schuldig hebben gemaakt, worden vervolgd. Er is voorgesteld om een koers te hanteren die ligt tussen de voorgestelde 5 SAD en de centrale bankkoers van 7,5 SAD voor 1 US dollar. Daarnaast willen de werknemers dat de vorige directie onder leiding van Leslie Winter vervolgd wordt. De bond heeft eerder actie gevoerd om gedaan te krijgen dat de NV Luchthavenbeheer wordt doorgelicht. Intussen heeft de directie van het bedrijf in een persbericht aangegeven dat de afhandeling van de lijnvluchten van vandaag normaal voortgang vindt. De NV Luchthavenbeheer benadrukt dat de vliegveiligheid op de Johan Adolf Pengel Luchthaven ten allen tijde gegarandeerd is. De voorzitter van de BPLB had hierop geanticipeerd en zegt het volgende hierover.
En laat me duidelijk zijn op dit stuk. De minister is daar. De president is daar. De directeur is daar. Ik hoop niet dat men buitenlandse maatschappijen het idee geeft dat het veilig landen hier is, terwijl het niet zo is. Dus ik hoop, en wij staan continu open, mijn cel is open, om eventuele gesprekken te voeren met de directie of welke instantie die in elk geval de zorg heeft over de airport. Is er een ultimatum gesteld? We hebben geen ultimatum gesteld. We hebben gezegd, de mensen hebben vanmorgen spontaan het werk neergelegd. Vanuit mijn verantwoordelijkheid heb ik geprobeerd ook de mensen op andere gedachten te brengen. Helaas is het niet gelukt. En ik ben hier, ik ben met de mensen en ik moet ervoor zorg dragen dat zaken niet verder escaleren. Aldus Lloyd Reed, voorzitter van de Bond van Personeel Luchthavenbeheer. De menselijke barricade werd zonder ongeregeldheden opgeheven door tussenkomst van de politie. Onze nieuwsdienst heeft vernomen dat partijen zich vanmiddag om 4 uur hadden teruggetrokken nadat Reed door de directeur van de NV Luchthavenbeheer, Vijay Chutkan, was gebeld. Het is ons niet gelukt een reactie van de directeur te krijgen.